Nu doelgroepenvervoer weer op gang komt, willen wij onze klanten graag helpen. Daarom heeft Tribus een oplossing bedacht om de klant, dus passagier in dit geval, en de chauffeur zo goed mogelijk van elkaar te scheiden. Graag nemen we een kijkje. Kom verder. Welkom in de bus. Zoals jullie zien hebben we een schot geplaatst voor de chauffeur. Dit schot is makkelijk met één hand ook weg te draaien zodat de chauffeur ook uit kan stappen. Maar zo blijft hij in ieder geval gewoon goed beschermd voor de passagiers die binnenkomen. Zoals je ziet hebben we hiervoor hele mooie schermen gemaakt van polycarbonaat. Zodat ik gewoon goed afgescheiden ben van de persoon voor mij. Die zie je ook achter mij. En daarnaast hebben we om en om hebben we speciale schotten gemaakt die ook draaibaar zijn. Zodat in dit geval de passagier heerlijk kan gaan zitten. En daarna het schot naar zich toe draait. Zodat hij ook goed afgeschermd blijft van de personen tegenover hem. U ziet dat we vanaf de achterkant van het voertuig zeg maar, de rolstoelplek goed kunnen bereiken. We hebben de schermen zo gemaakt dat de stoelen gewoon klapbaar zijn. Wel heel belangrijk te melden dat u de stoel achter het scherm, als deze geklapt is, niet gebruikt. Maar dat wordt ook netjes aangegeven op de stickers die we geplaatst hebben. Aan deze zijde hebben we de schermen geplaatst, zodat er ook twee achter elkaar zitten. Zodat de rolstoelpersoon ook goed beschermd blijft tegen deze personen en uiteraard vice versa. U ziet dat ook deze makkelijk te draaien vallen en omgezet kunnen worden. Ook zijn er extra noodhamers geplaatst. Bedankt voor het kijken. Blijf gezond.